zag nog. Ja, die zijn van Unique Piece. Ja. Die hebben prachtige mode dingen. Kun je even vertellen wat samen? Unique Piece is voor de mensen die net inschakelen? Dat betekent eenmalige stuks. Dus we maken er van alles maar eentje. Ja. En dat maken jullie niet met nieuwe rollen stoffen, Jacques, toch? Nee, van restmaterialen. En dus bijvoorbeeld ook uit brandschade. Uit brandschadeproducten. Ja, dus gewoon bestaande kleding die verbrand zijn of beschadigd zijn. Ja, dat zijn dan de basisdingen. Ja. Hier en daar zal er wel een stukje stof even bij komen. Maar het basisgeheel is van tweedehands dingen eigenlijk. De dingen die we nu gaan zien, hè, dat is film en mode tegelijkertijd. Doen echt ontwerpers die nu nog voor de gewone, waar wij kleding halen, maken die daar iets van? Zien die van, oh, een leuke film, daar ga ik een beetje wat mee doen? Het is wel belangrijk om in de gaten te houden wat allemaal speelt. En wat een beetje ook in de lucht hangt, dat is toch wel een heel groot onderdeel van ons vak. Want je kunt net te laat met iets zijn of net te vroeg met iets zijn. Wat hangt er nu heel erg in de lucht? Wat je nu dadelijk gaat zien, het hangt wel in de lucht. Dus het is ook voor het najaar... Is het te vergelijken van... Want mensen willen, als de film aanslaat, willen mensen juist iets hebben uit die film. Want, zoals bij Grease toen, in mijn tijd, wilde ik zo'n strakke zwarte broek als Olivia Newton-John. Ja, ik ook. Ik wilde dat ook. Ja, toch? Dat is... Ja, wij proberen dan niet precies dat te doen, zeg maar. Maar een soort losse vertaling van... Ja, jullie hebben een vrije expressie gemaakt. Dat vind ik en we gaan er gewoon lekker naar kijken. Chicago. We beginnen met de eerste film. We gaan kijken naar een fragment uit Chicago. Laat maar zien. Kijk eens. Jaren 20. Zij heeft inmiddels een kind erbij, wist je dat? Maar goed, het gaat om de jaren 20. Jazzy-jaren, korte koppies en een beetje Charleston-stijl. Lingerie zie je. Dat is het beeld wat ook de film Chicago geeft hier. En nou zijn wij natuurlijk reuze benieuwd wat Pim en Jacques daarvan gemaakt hebben. Alright. Hier komt model Babs, geïnspireerd door de film Chicago. Ze vrije. Ja hoor, mag best, ja. Blijf hier, show. Vertel het maar. Je stijl geïnspireerd de vrouwen waren toen vrij gevochten. Dus er werd wel vrij veel huid liet ze zien. Maar het is niet zo dat je hele diepe décolletés had. Wel hele grote rugdécolletés, dat is ook heel belangrijk. En dus mannelijke elementen die door vrouwen op een hele vrouwelijke manier gedragen worden. En het is vrij veel zwart, maar ook verschillende tinten zwart. En ook dan weer zilver. En er moeten een soort glinstertjes moeten overal in zitten. Dus het is vrij chic. Ja, het ziet er heel chic uit. En wat dan toch wel weer leuk is om toch weer even te melden. De blouse was ooit een hele grote gewone blouse is, met gewone rug dicht. Daar hebben jullie dus een open rug van gemaakt. Wat daar voorop zit is ook iets van de blouse geweest. Ja, zo'n achterkant van een ander, van een ander klassiek kledingstuk. En de broek is vooral zo mooi. Ja, de broek is een restmateriaal, dus dat is wel nieuw. Wat is het restmateriaal? Ja, dus dat is partijen die zijn blijven liggen. Ja, maar het lijkt zo op een ketting, lijkt het eigenlijk. Een ketting? Het lijkt zo'n ketting. Wat voor kom is hier? Mag ik even voelen bij? Het is gewoon een soort vitrageachtig spul. Oh, dat zie ik, ja. Het leek net allemaal kralen. Heel gaaf. Ja, dat is heel belangrijk. Al die glinstertjes erin, daar gaat het heel erg om. En armbanden zijn ook heel belangrijk bij deze stijl. Ja, ik vind het heel mooi gedaan. Dankjewel, Babs. Hartstikke leuk. We gaan naar de Bollywood films, de Guru. Oh, daar moet je even naar kijken. Ik word er zo blij van. Ja. Ik heb het niet gezien. Ja, kijk nou, in deze stijl, ja, je ziet natuurlijk de Indiaanse kleding. Maar kijk nou naar die mensen. Je moet het nadoen. Daar word je blij van. Kijk nou. Kijk nou, het is jou, hoor. Ja. Doet u even mee, dames en heren. Ja, dat zijn die Iris. Ja, hoor. Ja. Nou, kom maar even terug. Twee mensen doen zo. Ja. En ik zag dit fragment. Ik ging hier net uit, maar het lag aan mij. We gaan naar Marije en Rachel. En die hebben iets aan geïnspireerd op deze film. The Guru. Vrij belangrijk dat er vrij intense kleuren gebruikt worden. Vandaar dat we ook Marije helemaal in paars tinten hebben gezet. Wikkelrokken komen erin terug. En dan is ook belangrijk dat er gewoon goud te zien is. Kleuren zijn mooi. Ja, is goud belangrijk dat het nog goud doorheen blinkt? Ja, bij deze stijl wel gewoon. Dus als je naar die landen kijkt, ook, dan zie je dat die vrouwen vrij arm zijn, maar toch echt geweldige gewaden hebben. En ook al die sieraden op hun lijf. Het zijn ook allemaal weer stukken stof bij elkaar. Ja, dit zijn ook allemaal restmaterialen die dan gecombineerd worden. Onze dingen ontstaan ook vaak omdat we niet meer van iets hebben. Ja. Dus dat we kijken hoe we dat kunnen combineren. En die dit is ook een beetje... Ja, Rachel is dan eigenlijk de groene vertaling van... Rachel, wil je er even iets meer naar de punt lopen? Ja, dat zie ik. Want ik ben ook namelijk erg benieuwd naar je tas. Die ziet er namelijk ook heel mooi uit. Draai je ietsje even om dan voor de tas, want dat is, kijk eens... Oh.
wordt er ook allemaal bij. Dat is een schitterende tas. En ook een tas waar dubbel laag zijn en ook weer kant op zit, zeg maar. En ook, daar zie je ook weer allemaal verschillende doorkijkjes. Allemaal verschillende tinten bij elkaar. Daar gaat het heel erg om in dit thema. Ik vind ook nu weer de inspiratie uit de film heel leuk verwerkt in wat jullie ervan gemaakt hebben. Dankjewel. Ja, hij komt nu. Ik wou eigenlijk nog wat aanvulling geven. Oh, dames, kom eens terug. Nee, Jacques zit er niet voor niks. Stop de muziek. Nou, ik wou zeggen van dat op het moment tassen weer een hot item is natuurlijk. Ja. En op deze manier hebben wij daar een vorm aan gegeven. Nou, dat vind ik nou informatie. Dankjewel. Send it out, Fever. Ja, de film 70's. Even genieten van John Travolta en de mevrouw die ik vergeten ben. Wie? Die mevrouw die in de film. Het is... Ja, ik weet wel, dat is die Stephanie. Stephanie speelt ze, maar Stephanie Mangano. Ja, maar wie het nou echt was. Ja, dat weet de niemand. De disco-stijl. Nou, daar kunnen we van zeggen, tenminste, daar weet Jacques iets over te zeggen. Gelukkig. Ja, kom maar even weer terug. Jacques, kom maar hoor. Ja, want dit is je moment, wat weet jij daarvan? Waarvan? Van deze 70s-stijl, de disco-tijd. Nee, ik maak ook maar een grapje natuurlijk. Oh. Maar de disco is natuurlijk, zo dadelijk komt... Marloes aan en dan zie je dus ongeveer wat voor stijl ze aan heeft. Is dat handig dat we erbij halen? Denk dat het dat wel. Je er meteen even kan. Oké, daar gaat hij. Hier gaat Marloes komen. Zo, wauw. Helemaal te gek. Ja. Mooi hoor. Helemaal te gek. Belangrijk is hier het zwarte blouse. Dat is een wikkeltop. En daarnaast natuurlijk gewoon een wijde broek. Er was ook veel glitter. Dat hebben we een beetje vertaald naar de. Riemen en kettingen die ze nu aandraagt. En leuk. Het haar is natuurlijk ook een beetje belangrijk. Dat wordt altijd heel flossy opgedragen en zoveel mogelijk omhoog gedragen. En vooral naar links of naar rechts toe. Ze had zo met John Travolta kunnen dansen. Die blouse was ooit een gewone blouse. Hebben jullie wikkelblouse van gemaakt? Nee, die blouse is ook het restmateriaal. Het is wel nieuw. Dat is wat over is gebleven. Helemaal leuk. Dankjewel Marloes. We gaan door naar de volgende film. De musical moet ik zeggen. Drie Musketeers. Ja, dat zijn prachtige kostuums in het theater. Leer. Later, hè? Veel leer. Ja, en van die corsetten. Kijk maar even. Ja, even zien. Jan Tax heeft alles gemaakt voor die muziek. Oh ja? Ja. Ik vind ook de jurken mooi hier, van Tooske. We willen het hier graag ook zien. Stanley Bergensen. Zien we daar. We gaan even kijken wat er gemaakt is. Model Krulina heeft iets aan van Pim en Jacques. Wat schitterend. Het is een soort verlengde hes. Die hebben we gemaakt uit een priestergewaad. Een origineel priestergewaad. Daarnaast heeft Krulina een soort wambuis. En die hebben we vertaald naar een legging. Nou, en daarnaast is het natuurlijk ook een beetje een kenmerk dat bij de musketiers dat ze altijd een verhoging dragen en lange laarzen. En dat hebben we vertaald op deze manier. Helemaal leuk zeg. Daarnaast heeft ook Krulina een wikkelblouse aan. Ik denk dat Stanley Burkes het zo aan zou willen. Nou, denk je? Ja, nou ja, dat is toch prachtig. Ik vind het ook leuk, vrienden kroeg. Je zal er heel veel succes mee hebben. Dankjewel. Thank you. Ziet er mooi uit. You, laatste film die we laten zien, dat is een stukje uit Moulin Rouge. Laat maar zien, dat was spektakel. Terug hoor, want het spreekt voor zich. En wij zijn ook ineens in de Moulin Rouge. Dank je wel. Helemaal leuk. Maar deze stijl is een vrij uitbundige stijl. Er horen grote rokken bij die vroeger de danseressen dan helemaal optilden, waardoor je hun slipjes kon zien. Oh. En ook wel kousen. In dit geval hebben we dan laarzen gedaan. En wat dan ook grappig is, dat die zo'n topje, wat een beetje een soort ook van een feestjurk af. En dan een beetje, dat hoort ook, dat het een beetje verknipt er allemaal uitziet. Ja. En een beetje los. Het is ook weer helemaal romantisch. Kom er maar even bij. Kom in de Moulin Rouge. Staande ovatie voor deze prachtige creatie. Ik wil graag Pim Kramer en Jacques Volman hartelijk bedanken voor deze show door hen verzorgd. En wij gaan even uit.